De politie heeft in november vorig jaar een man uit Vessen opgepakt op verdenking van het bezitten en verspreiden van kinderporno. De man was in het bezit van enkele duizenden foto's. De verdachte was tot 8 jaar geleden onderwijzer aan de Sint-Lambertus basisschool in Vessen. De man wordt niet verdacht van misbruik van meisjes van de school waar hij heeft gewerkt of meisjes uit het dorp, zegt een woordvoerder van het landelijk pakket. Hij heeft vooral veel achter de computer zitten photoshoppen.